Hoe gaat u dit nieuws overbrengen aan de gemeente Steenbergen? Ik bel natuurlijk met de wethouder om haar persoonlijk even in te lichten. Ze heeft ontzettend haar best gedaan om tot een alternatief te komen wat past binnen het raadsakkoord. Maar de kaders zijn zo strak dat er gewoon geen andere oplossing is. En dat is voor haar ontzettend vervelend. Dus ik ga ook aangeven dat ik heel graag gewoon de communicatielijnen openhoud. Want als persoon kan ik haar absoluut niets verwijten. Het is gewoon een hele vervelende situatie die is ontstaan. Hoe bijzonder is het dat de provincie ingrijpt bij zo'n procedure? Ik ga ervan uit dat we dit in Brabant niet nog een keer gaan doen. Dit zijn oude afspraken. Naar de toekomst toe komen er nieuwe afspraken in het kader van de regionale energiestrategieën. Daar willen we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Veel meer aan de voorkant en ook veel eerder aangeven wanneer iets echt uit gaat lopen en we de planningen niet gaan halen. En wat betekent dit concreet voor de inwoners van de gemeente? Nou, voor de inwoners van de gemeente Steenbergen komt er in ieder geval duidelijkheid over welk plan er wel of niet doorgaat. Dus we gaan nu met het plan in de Carolinapolder aan de slag. Dus plannen die er liggen voor de Drie Vriendenpolder, die gaan wat ons betreft niet door. Dat betekent ook dat ze nu, zodra Provinciale Staten de verklaring van geen bedenkingen hebben verleend en wij als college de vergunning hebben verleend, dat ze in beroep kunnen bij de Raad van State, mits ze eerder bezwaar hebben aangetekend bij de gemeente. En die windmolens, hoeveel en wanneer komen die er precies? Het worden 4 windturbines. De verwachting is dat ze in 2021 op zijn vroegst gerealiseerd zullen worden. Het ligt er ook een beetje aan hoe lang procedures gaan duren. En heeft u nog een boodschap aan de inwoners van de gemeente Steenbergen? Wij hebben voor een heel moeilijk besluit gestaan en wij hebben gemeend, met name voor de direct omwonenden, op deze manier het beste eruit te slepen. Omdat zij de meeste hinderbeperking krijgen en dat er bovendien ook een fonds beschikbaar komt om voor de inwoners van de gemeente iets te doen.